Simone en Floris kwamen smoorverliefd bij mij. Ze zeiden, Chantal, we hebben een probleem. Dit is echt een gek huis. En nu? Hoe gaan we starten? Hoe gaan we het oppakken? Ik vind dit ook een mooi detail. Ja, dat is een klein dingetje. Maar eigenlijk wil ik daar dat glas in lood, dat vind ik eigenlijk mooi, wat we daar hebben. Ja, dan moet je het ook vervangen. Ja, maar dat is even een kostenplaatje, dat is iets voor later. Er was dus een lekkage bij de badkamer. Wij dachten, die is opgelost of voorbij. En Chantal wees ons erop van, nou, ik zou er toch even naar laten kijken. En een bouwkundige... in te schakelen hebben we ook gedaan. En die kwam en die lekkage bleek er toch te zitten. De badkamer moest uit. Mensen worden echt verliefd op een huis. Binnen de eerste 10 seconden voelen ze van binnen of dat de woning is die ze willen hebben. En dat is toch spannend. Want er komt nogal wat bij kijken. Het is een van de grootste beslissingen in hun leven. Dus ja, dan kan je beter een expert inschakelen die dat misschien al honderden keren heeft gedaan.